We zijn hier vandaag bij Eurocircuits. We gaan hier onze PCB's solderen. Onze PCB's zijn het printed circuit board. We gaan hier vandaag de componenten op solderen. Vanaf dat de componenten hierop staan, kunnen wij deze programmeren en in onze wagen steken. Dus de PCB waar we nu aan het werken zijn, is de driver. De driver zorgt ervoor dat wij onze lichten kunnen aandoen, dat we kunnen toeteren met onze zonnewagen. Dus we zijn begonnen met het stencil eerst goed vast te maken in het frame, zodat die exact boven de printplaat hangt. We hebben de stencil dan goed ingeklemd. Daarna zijn we de soldeerpasta gaan mengen. Na het mengen hebben we de soldeerpasta aangebracht bovenop het stencil en zo gelijkmatig verdeeld, zodat alle soldeerpads evenveel soldeerpasta hebben. Na het aanbrengen van de soldeerpasta zijn we begonnen met de componenten op de PCB te leggen. Dan gaan we de printplaat eigenlijk in de oven steken. Door die warme temperaturen smelt de soldeerpasta en worden zo alle componenten vastgesoldeerd.